dames en heren, mag ik een groot applaus voor Chum Rosie. Is ook een ode aan Kid Dynamite. Waarom is zo'n ode belangrijk? Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik Kid Dynamite de DJ kende. Maar niet Kid Dynamite, de muzikant uit Katendrecht. Of in ieder geval uit Rotterdam. De geschiedenis kende ik niet. Het feit dat hij muziek bleef maken in een tijd dat het eigenlijk niet mocht. Ik vind het heel tof om dat geleerd te hebben. Ben je klaar voor? In samenwerking met basisscholen op Katendrecht zijn de Dynamite Kids ontstaan. Onder leiding van Kempe de Jong en Ronald Snijders hebben zij verschillende nummers ingestudeerd. Fien. Viole even. Een beetje. Ja, violisten. Ben je er klaar voor? Hallo. Ja. Even spelen. 1, 2, 3, 4. Weet je wie Kid Dynamite is? Ja. Wie is dat dan? Een meneer. Die heel veel muziek maakt in de oorlog. En zo. Weet jij wie Kid Dynamite is? Nee, weet ik niet. Een man die met een boot... Nee, die saxofoon speelde. En die stiekem hierheen is gekomen. Jazzlegende Arthur Parisius, beter bekend als Kid Dynamite, kwam op 17-jarige leeftijd in het jaar 1928 illegaal naar Nederland. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog speelde hij zijn jazzklanken op Katendrecht, terwijl de Duitsers dat juist verboden hadden. Nu leeft de legende in het festival en de Kid Dynamite Band nog altijd voort. Ik denk dat juist dat het goed is voor jonge kinderen om ook een stijl als jazz te leren kennen. Naast al die andere stijlen die ze kennen als hip-hop en popmuziek en zo. Dus ik vind het heel tof dat geïnitieerd wordt door zo'n band samen te stellen. Gaan jullie nou in de toekomst nog meer jazzmuziek maken? Weet ik niet. Weet ik niet. Weet ik niet.